Een hele goede middag, mijn naam is Armin Streenstra, ik ben van Diva Makelaars. Ik neem jullie mee tijdens de Facebook Live uitzending van de Schapenlaan nummer 128. Een voormalig vierkamer appartement, nu omgebouwd tot twee studio's. En die woning is gelegen op een superlokale locatie. Ik ga jullie heel even een beeld geven. Aan het einde van de straat hier zo heb je de Loosduinse Kade. Met, als je dan naar rechts gaat, heb je na 50 meter heb je het Westeinde ziekenhuis. Ja, loop je de Westeinde door, dan zit je natuurlijk binnen 5 minuten zit je in de stad. Dus openbaar vervoer echt op loopafstand, maar ook het centrum van Den Haag op loopafstand. Nou, dan komen we terecht bij een appartement. En die is gelegen in de Schapenlaan. Ligt dus echt op het randje van het centrum van Den Haag. En we gaan dit topappartement gaan we bekijken. En het leuke van dit appartement is dat het eigenlijk de ideale manier is om de woningmarkt te betreden. Er zijn natuurlijk heel veel jonge mensen die moeite hebben om een huis te kunnen kopen. Om alleen een huis te kunnen kopen. En het leuke van dit appartement is dat hij voorzien is van twee keukens. Een gescheiden woongedeelte. En dat geeft dus een kans om met z'n tweeën een appartement te kopen. Waarbij je toch... waarbij je eigenlijk de kosten kan delen, maar vooral ook de woningmarkt kan betreden. Nou, het zonnetje scheen net. Ik loop dus gewoon lekker sportief zonder jas naar buiten. En het gaat nu gewoon even sneeuwen. Dus we gaan gauw naar binnen. Ga ik jullie zo meteen iets meer vertellen. Het is een topappartement. Gelegen op nummertje 128 Schapenlaan. En dat betekent bij binnenkomst... Nog één trap naar boven. En het grote voordeel is natuurlijk dat je dan geen buren boven je hebt. Zo, we zijn binnen. Bij binnenkomst aan de rechterzijde hebben we elektra, voldoende groppen, slimme meters. En dan gaan we naar boven toe. De afwerking van de wanden, ja, dat kan wel ietsje netter. Dus het moet gewoon lekker geschilderd worden. We komen in een halletje. Met een deur naar de linkerkant. Zeg maar appartement nummer 1. Met ook weer een deur naar het balkon. Woonkamer. Keuken. En een aparte slaapkamer. Zit hier. Dan hebben we een gang met aan de rechterzijde deur naar het toilet, deur naar de douche. En dan komen we in appartement nummer 2. Helaas geen aparte slaapkamer, maar wel een warme kamer waarbij je zowel het bed als het woongedeelte met ook weer een aparte kookgelegenheid. Deur dicht doen, want de sneeuwstorm die is aanzienlijk. Goed, wat is er nou met die woningmarkt aan de hand? Jonge mensen kunnen gewoon geen woning krijgen, zelfs geen huurwoning, geen kamer. En de prijzen zijn natuurlijk aanzienlijk hoog. Wanneer je nou samen dit appartement koopt... als je een kamer huurt, ben je zo 600-700 euro kwijt. En voor veel minder zou je voor deze woning een hypotheek kunnen kopen. Als je dat met z'n tweeën doet, als vriend, broer, zus, dan heb je in ieder geval alle twee lekker een woonplek. De komende jaren, op het moment dat je die woning koopt, ben je aan het aflossen. Met een beetje geluk ga je in de komende jaren meer verdienen. En met een beetje geluk gaan gewoon de huizenprijzen stijgen. Mijn verwachting is echt dat de huizenprijzen blijven stijgen. En wanneer je dan over een jaar of drie deze woning zou verkopen, of een van beide uitkopen, ben je misschien meer gaan verdienen in de tussentijd.
En kan je dus echt een stap op die woningmarkt maken. En mijn advies is voor alle jonge mensen die graag de woningmarkt willen betreden. Word creatiever. Ga eventueel samen met iemand een huis kopen. Met een goede vriend, met een goede vriendin. Maar aan de andere kant kan je ook dit appartement alleen kopen. En dat je dan zegt, nou oké, ik ga één kamer, ga ik verhuren. Dat mag, hè? Je mag geen woningen kopen meer om te verhuren. De opkoopbescherming wat in werking getreden is in Den Haag. Maar je mag wel in je eigen huis, mag je wel een kamer verhuren. Nou, er zijn studenten die voor deze kamer zeker €750.000 betalen om hier te mogen zitten, zo dicht bij het centrum. Dus word creatiever, wil je er meer over weten, bel me daarover. En ik ga nu eerst lekker de rondleiding hier in dit huis doen. En dan spreken we elkaar vast. Goed, deze kamer is dus voorzien van een net keukenblokje. Met aan de andere kant nog ruimte voor een grote koelkast. En dit is echt een prima woonkamer. Voorzien van dubbel glas. Ik ben hier vandaag, maar ik ben hier ook aanstaande zaterdag. Dus mocht je naar aanleiding van deze live video de woning willen bekijken, bel dan even naar kantoor. 070-448-3150. 070-448-3150. En dan kunnen we kijken of we eventueel aanstaande zaterdag nog een afspraak kunnen inplannen. Aangrenzend aan de woonkamer hebben we een balkon. Nou, het was lekker zonnig, maar inmiddels sneeuwt het min of meer. Het is een actieve vereniging van eigenaren. Plek voor de wasmachine. CV-ketel. Wimea. Dus dit is gewoon echt een lekker appartementje. Dan heb je ook nog bij dit appartement heb je nog een kleine slaapkamer. Groot genoeg voor een tweepersoonsbed. Openslaande deuren. Prima appartementje. We zijn net hier binnengekomen. Met de trap zijn we omhoog gekomen. Vanuit hier komen we in een gangetje. En dan heb je dus hier naar rechts toilet. Eenvoudig, maar netjes. En naast het toilet heb je de badkamer. Nou, daar moet je natuurlijk goede afspraken over maken. Ja, dat het lekker schoon blijft. En dat je... Dus deze samen iets kopen, dan moet je natuurlijk echt wel met iemand doen die daar, die je daarop kan vertrouwen en doen. Openslaande ramen. Dubbel glas. En ook hier weer een plek voor de wasmachine en de keuken. Nou, jullie horen dat de eerste mensen staan inmiddels voor de deur. Mocht je naar aanleiding van deze live video ook de woning willen bekijken, bel even naar kantoor 070-448-3150. 070-448-3150. Mijn naam is Armin Streekstra, ik ben van die van Makelaars. Bedankt voor het kijken en wie weet, tot ziens.